Dit vind ik leuk. Dit is een publiciteitsfoto van de film Batman uit 1989. Ik had Batman wel gezien rondom de monitoren in de Batcave, maar niet dat hij zo ja, ons. Ja, wat wijst hij? Of heeft hij een ding in zijn hand? Dat kan ik niet helemaal goed zien. Maar dit is wel een nieuwe foto die ik nog niet gezien had. Dat vind ik altijd leuk. En waar staat het nou in? Het staat in de nieuwe Schokkend Nieuws. Die heeft een Tim Burton special met een portret van Penguin. Een beetje een rare keuze voor de Burton figuren. Want ik zou denken, doe... Nou, wij niet Edward Scissorhands bijvoorbeeld. Dat is een bekend Burton-esque figuur. Of Beetlejuice. Er zit ook een artikel in over Beetlejuice. Maar goed, het is wel een mooi getekend portret. Zou ik zeggen. Gemaakt door Virginia Pinar Fernandez. Zeg me allemaal niks. Ken ik niet. Maar... Het is wel leuk. Ik was vroeger een enorme fan van Tim Burton. Deze man hier. De laatste jaren is de liefde wat bekoeld. Ik vind de laatste films allemaal niet zo super. Maar deze vind ik wel weer heel tof. Sleepy Hollow. Big Fish is ook nog wel heel aardig. Mooi verhaal. Maar ik ben natuurlijk vooral fan van de oudere Burton films. Beetlejuice, heel leuk. Er komt dus Beetlejuice uit dit jaar. Ik ben heel benieuwd of dat wat is. Vincent is natuurlijk ook leuk. Maar vooral Batman natuurlijk. En Batman Returns. En Ed Wood kan ik het ook erg goed mee vinden. Dus vooral jaren 80, jaren 90 Burton. Waar ik warm voor loop. Nou, ze hebben hier alle Burton films op een rijtje. Nou, Dumbo heb ik niet gezien. Alice in Wonderland gezien. Ik weet niet of ik die nou zo heel goed vond. Ik weet niet of ik nou de eerste of de tweede heel goed vond. Want ik haal ze wel eens door elkaar. Big Eyes was heel aardig. Planet of the Apes. Nou ja, is niet echt een Burton films. Deze vond ik ruk. Niet gezien. Charlie and the Chocolate Factory vond ik ook niet zo bijzonder. Want Johnny Depp doet tegenwoordig alleen maar rare dingetjes met zijn handen. En die is eigenlijk een beetje vergeten dat hij ook kan acteren. Sweeney Todd vond ik niet leuk. Maar ik hou ook niet van musicals. Corpse Bride vond ik wel leuk. En Pee-wee heb ik nooit gezien. Dat is ook grappig. Frank Winnie was wel weer heel aardig. Mars Attacks is natuurlijk tof. Ja, Batman zetten ze dan op 7. Dat is mijn favoriete film alle tijden, zoals je misschien weet. Maar goed, dit is de redactie van Schokkend Nieuws. En daar ben ik het sowieso niet altijd mee eens. Qua hebben we andere smaken hebben. Want ze zetten Batman Returns op nummer 1. Nou, ik vond eigenlijk de eerste toch leuker dan de tweede. En wat ik vind, ook de Penguin vind ik echt heel verschrikkelijk in Batman Returns. Ook al doet Danny DeVito het fantastisch, maar hij is zo onsympathiek. Nou, dit gaat over de oorspronkelijke schrijver van Beetlejuice, een van de twee. En dit is ook leuk. Tim Burton in Amsterdam. Geschreven door Phil van Tongeren. In 2008, staat hier ook, was Tim Burton te gast op het Amsterdam Fantastic Film Festival, wat nu Imagine heet. En ik was daarbij, bij de Q&A in de grote zaal. Of dat was in de kleine zaal. Daar heb ik nog geschreven op mijn blog. En ze vroegen bij Schokkend Nieuws of ik nog foto's had. Ik had alleen een hele slechte foto. Die hebben ze gelukkig ook niet gebruikt. Deze foto is wel mooi. Maar wat ik ook leuk vind, is dat ik geciteerd word in dit artikel. Klein smetje op het geheel. Nadat de naam Tim Burton bekend was gemaakt, kreeg ik een telefoontje van filmmaker Paul Ruven of hij zijn held een eigen award mocht overhandigen. Ik stemde stom genoeg toe. Maar na de uitreiking uitsluitend voor een fotomomentje op touw bleek te zijn gezet. Een beschamende vertoning, oordeelde stripjournalist Michael Minnebo niet ten onrechte op zijn website. Mea culpa. Nou, Burton had er voor de rest niet zo heel veel last van. Maar ik vind het leuk dat Phil dat nog wist. Of dat hij met zijn research, dat hij daarop stuitte. Want ik heb jarenlang geblogd op mijn site. En ook de Q&A staat daar ergens nog op van Burton. Vlogde veel minder, want je had je eigenlijk nog weinig camera's. Je had nog niet smartphones met een goede videofunctie erin en zo. Dat is allemaal veranderd. Maar ik vind het wel leuk dat er een Burton special is. En ik vind het natuurlijk vooral leuk dat ik toch eventjes genoemd word. Dat je je geschiedenis voor mij als journalist en als blogger en nu vlogger. Dat je toch je sporen nalaat op het internet en dat sommige mensen dat dan oppakken. Vind ik leuk om te constateren. Daar word ik blij van op deze zaterdagochtend 10 augustus. Ik dacht, ik laat je dat eventjes zien. En ik ben wel benieuwd of jij een beetje een Burton fan bent. En wat dan een favoriete film is van hem. Die je regelmatig nog een keer opzet. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ongetwijfeld op naar een volgende.